De staat Suriname kan gokverslaving alleen tegengaan als armoede bestreden wordt, zei NPS-parlementariër Patricia Etnel gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de casinowetten. Etnel benadrukte dat alleen in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar meer geld, de trek naar casino en online betting zal toenemen. Etnel vindt dat er kansen voor de gemeenschap gecreëerd moeten worden, zodat zij kunnen verdienen en niet gaan gokken. Je moet balans zien te vinden door opties te creëren voor de mensen dat ze kunnen ondernemen. En daarom blijf ik erbij, klein ondernemerschap moet gestimuleerd worden, waar mensen die kan op een optie ondernemen en ze kunnen wat verdienen. Want nu, die mensen verdienen niks. Wat verdienen ze extra? Toch, we zien het om ons heen. We weten, dus als je maar denkt met techniek kans en dat is juist gevaarlijk. En we kunnen hier mooie woorden hebben van nee, mensen moeten niet gokken, mensen moeten niet dit. Maar een oplossing is, je moet kansen en mogelijkheden bieden aan de mensen dat ze kunnen ondernemen en een extra job kunnen doen. En die kansen zijn er op dit moment niet. Dus de staat moet dat creëren, de regering moet dat doen. En dat is mijn probleem. NDP-parlementariër Suharto Mostaja is van mening dat er wereldwijd naar het verband is gekeken tussen gokverslaving en armoede. In Suriname moet hierover duidelijkheid komen. Ofwel, klein ondernemerschap en geen gokverslaving. Dat leert althans internationaal onderzoek. Nou weet ik niet of wij in ons land een studie hebben verricht daarnaar. Dus het eerlijkheid gebied om dat te stellen. Ik denk dat we daaromtrent inderdaad heel lang kunnen discussiëren. En de tijd is er niet nu. Etnel zei dat de wet op hasardspelen een probleemfactor is. De loterijwet en de gamingboard zijn niet het probleem. De gamingboard moet weliswaar versterkt worden. De wet hasardspelen heeft volgens Etnel veel addertjes onder het gras waarnaar er beter gekeken moet worden.